De Knoeren hebben afgelopen weekend weer 3 gezellige pronkzittingen gehad in de Schaapskooi in Uden. De zitting op vrijdagavond stond in het teken van de prinsonthulling. Daarvoor moest er eerst afscheid genomen worden van de vorige prins, Jean-Louis van der Veen. Hij mocht de versierselen weer inleveren. En toen werd het spannend. Na enkele aanwijzingen was het zover. De bekendmaking van prins Porcellus, de 47ste. Hier staat hij voor jullie, Lammy van Hooft, jongens! Niemand minder dan Lammy van Hooft verscheen op het podium, waar hij enthousiast onthaald en aangekleed werd. Tot op het moment van de onthulling moest Lammy het geheim voor zich houden. De hele familie zit in de zaal en niemand wist er iets van. Onze Doris Nietzsche kent die niet, onze Marco ook niet. En als ze willen, ik weet niet of ze op de stoel zit of dat ze gewoon koffie hebben. Wat is het? Na de prinsonthulling ging het feest natuurlijk gewoon nog verder. Met diverse optredens en volop muziek was het een geslaagde pronkzitting.